Tijdens de operatie bleek dat hij een graad 4 leverlaceratie heeft. Hij is in zijn leven geraakt? Ja. Gelukkig hebben we de bloeding kunnen stoppen en zijn er geen andere vitale delen geraakt. Dus het komt gewoon goed. De komende dagen zijn cruciaal. Hij heeft heel veel bloed verloren. Kan hij dan niet iets van een bloedtransfusie krijgen? Dat is al gebeurd. Maar zijn lichaam heeft een enorme klap gehad. Dus dat moet alle zeilen bijzetten om weer te herstellen. Daarom houden we hem kunstmatig in coma. Tegen de tijd dat we hem weer wakker kunnen laten worden, moet blijken hoe zijn hersenen eraan toe zijn. Zijn hersenen? Hij is toch in zijn buik geraakt? Nee, dat klopt. Maar door het vele bloedverlies hebben zijn hersenen te weinig bloed en dus te weinig zuurstof gehad. Oh,